dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie aflevering 2 van Natuurlijk met Saar. En vandaag gaan we dus een zelfgemaakte tandpasta maken. En we gaan een zelfgemaakte natuurlijke deodorant maken. En zoals de titel van de aflevering ook al zegt, is het natuurlijk... Natuurlijk, 100% natuurlijk. Dus goed voor het milieu en goed voor jezelf. En laten we maar snel gaan beginnen. De ingrediënten die je nodig hebt zijn de volgende ingrediënten. Dit zijn de basisingrediënten en dit zijn eventuele extra's weer. De basisingrediënten bestaan uit kokosolie, uit zuiveringszout of baking soda en gewoon zout. Ik heb gewoon keukenzout gepakt, want zout is zout. Maakt in principe dus helemaal niet uit wat voor soort zout je hebt. En daarnaast een geurolie erin. Of ja, geen geurolie, maar een essentiële olie. Zodat het eventueel een beetje ruikt, zeg maar. En dat je ook echt een beetje een soort smaakje eraan hebt. Ja, ook deze tandpasta is natuurlijk niet bedoeld om door te slikken. Omdat er essentiële olie in zit. Maar kan gewoon veilig gebruikt worden. Daarnaast, wat ik altijd fijn vind, is om glycerine toe te voegen en om aloe vera toe te voegen, omdat dit gewoon heel erg goed is voor je tandvlees. Het kalmeert je tandvlees en het zorgt ervoor dat je gewoon gezond tandvlees behoudt. Als allereerst gaan we beginnen met wat kokosolie te smelten. En dit doe ik gewoon heel makkelijk in de magnetron. Ik haal hier dus wat uit, doe het in een bakje en dan ga ik het warm maken in de magnetron. Ik ga best wel een grote hoeveelheid maken. Dus ik doe ongeveer, ik denk 2 tot 3 eetlepels kokosolie erin. En dit gaan we dus even smelten. De kokosolie is gesmolten, smelt bijna vanzelf momenteel met deze tropische temperaturen in Nederland. En nu kunnen we het zuiveringszout erbij gaan doen. Meestal wat je ongeveer doet is 1 eetlepel zuiveringszout op 2 eetlepels kokosolie. Dus ik ga nu ongeveer 1,5 eetlepel toevoegen. Zo. Goed roeren en ook blijven roeren, want kokosolie wordt op een gegeven moment natuurlijk wat harder. Vandaar dat ik je ook wil aanraden, als je gewoon de basisversie maakt, om hem in een potje te bewaren. Dan kun je het wat makkelijker met een spateltje of met iets anders eruit halen. Omdat de kokosolie natuurlijk wat harder wordt. En daarom is het juist heel fijn om ook glycerine of aloe vera toe te voegen, omdat hij dan wat vloeibaarder wordt. Dus dan kun je hem eventueel ook in een spuitflesje doen. Wat ik ook ga doen uiteindelijk, ik ga hem hierbij gieten, want ik heb al, tot hier zit hij al vol met tandpasta. Dus ik ga deze daar nog bij doen, zodat hij helemaal vol komt te zitten. Dan gaan we er wat zout bij doen. Dan doe je ongeveer 1/2 theelepel zout erbij. Ik heb nou een eetlepel, dus ik moet even goed opletten. Ik denk zoiets. Zout proef je natuurlijk heel erg goed. En zout is natuurlijk ontsmettend, dus dat is ook weer goed voor in je mond. Een geurtje erin, dus etherische olie of essentiële olie. En ik heb gekozen voor eucalyptus en citroen. Ik had eerst pepermunt erin, alleen die heb ik momenteel uitgeleend aan iemand. Dus vandaar dat ik nu even voor eucalyptus ga. Lijkt me ook wel erg lekker. 7 tot 8 druppeltjes. En dan nog van citroen. Doe ik er ook een paar in. Ik pak mijn kleine maatstaafje er weer even bij. Want ik ga voor wat aloe vera erin. Dat is flat. Glycerine is in principe ook best wel vrij makkelijk verkrijgbaar. In natuurwinkels en zo. 2. Dus het is een kwestie van goed doorroeren, zodat niet het zuiveringszout op de bodem zit en het dan overgieten in je potje of in je flesje. Hup.
dan gaan we door naar de volgende. Ik moet nog even één ding erbij pakken. En dat zijn de mallen. Die heb je ook nodig. Wat heb je hiervoor nodig voor de deodorant? Daar heb je wel wat meer voor nodig. Maar in principe ook wel vrij makkelijk verkrijgbare ingrediënten. Namelijk het volgende. Baking soda weer. Maïszetmeel. Kokosolie. Shea boter. Vitamine E olie. Dat is optioneel, dat kan. En een wax heb je nodig. Ik heb hennepwax, maar je hebt ook bijenwax. Je hebt heel veel andere soorten wax. Ik wilde geen bijenwax, omdat ik mijn producten voorheen vegan wilde houden. En daarom had ik dus hennepwax. En verder natuurlijk weer een geurtje, wat ook wel lekker is. Je kunt natuurlijk tea tree olie toevoegen. Tea tree olie werkt een beetje ontsmettend en doet het eigenlijk altijd wel goed. Alleen ik vind tea tree olie best wel, Ik vind daar niet echt een lekkere geur aan zitten of zo. Ruikt heel, heel sterk vooral. Dus dat is niet mijn favoriet. Dus ik heb gekozen voor witte musk in combinatie met lavendel. Ik denk dat dat ook wel heel erg lekker gaat zijn. We gaan als allereerste vaste ingrediënten vloeibaar maken. Dat houdt in de shea boter, de kokosolie en de hennepwax. En dan gaan we daarna de rest van de ingrediënten er doorheen doen en vervolgens in malletjes doen. En die kunnen dan weer in de koelkast opharden. Ik heb het vuur vast aangezet hiernaast, zodat het laagje water wat er in het pannetje zit kan opwarmen, want we gaan dit au bain-marie smelten. De meeste gaat er shea boter in, dus dat gaan we ook als eerste even afwegen. Daar doe ik 2 eetlepels van in. Twee grote eetlepels. Ik ga hem even op de grammen afmaken. Dus ik ga hem tot 50 gram. Anders klopt hij niet helemaal. 15 gram kokosolie. En 15 gram wax. En dit gaan we nu smelten. Het is helemaal vloeibaar nu, dus het gas kan uit. En dan gaan we dit overgieten. Ik vind het altijd heel fijn om kommen te gebruiken, omdat ik dan het beste mijn producten kan mengen met elkaar. En nu gaan we de rest van de ingrediënten erin doen. Als allereerst doe ik de olie er weer bij. Vitamine E olie. Een paar druppeltjes. Ja, ik maak hem gewoon op. Het is toch bijna op. Ik heb nu 80 gram product. Dus ik denk dat ik 40-40 ga doen. Het wordt al vaster nu. En dan gaan we er ook nog wat maïzena in doen. Maïzena korrelt vaak nog wel, dus goed doorroeren. En het papje wordt steeds dikker. Oh, het lijkt bijna op van die lekkere roomvulling. Ik zou het bijna op willen eten. En maïzena zorgt ervoor dat het wat dikker wordt, dat het goed opstijft. En nou gaan we de geuren erbij doen. 10 van witte musk en dan nog lavendel. My fave. Hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo, en als we het dan goed hebben doorgeroerd, gaan we het verdelen in de mal. Zorg dat je mal gewoon goed schoon is en dan kun je het erin gieten. Wat ik meestal doe is, ik giet het gewoon eroverheen en dan sprei ik het uit met de spatel, zodat alles wat heeft. Ik heb de camera even net uitgezet, omdat je dit heel snel moet doen, omdat het anders al hard wordt. Dus ik heb het nou snel eventjes erin. Zo. Snel eventjes erin gedaan en nou kan het in de koelkast, kan het daar verder op stijven. Oh, en zorg trouwens ook dat je alle bubbels er goed uit hebt door even goed hem tegen de vlakte te slaan.
Ik ben nou de video dus aan het bewerken en ik ben helemaal vergeten om een outro te filmen. Zal wel door de hitte komen. Blame me dan de heat. Ik hoop dus dat je de video weer leuk vond. Ik wil je natuurlijk weer super erg bedanken voor het kijken. En over een paar weekjes komt er nog eentje. Met onder andere de Green Cream. En dat was mijn meest verkochte product toen ik mijn eigen webshop had. Dus hou zeker mijn kanaal in de gaten. Wil je die, voor als je die ook na wilt maken. Super bedankt weer dus voor het kijken. Geniet van het lekkere weer. En dan zie ik je heel graag volgende keer weer terug op mijn kanaal. Bij een nieuwe video. Bye bye!